De snelheidsregelaar is een functie die u in staat stelt uw voertuig op een vooraf bepaalde snelheid te houden zonder dat u de pedalen hoeft te bedienen. Dit verhoogt het rijcomfort, vooral tijdens lange ritten. De snelheidsregelaar werkt alleen bij snelheden hoger dan 30 km per uur. Druk op deze schakelaar om de snelheidsregelaar te activeren. Het bijbehorende groene controlelampje gaat dan branden op het instrumentenpaneel in combinatie met het bericht Cruise. Stel vervolgens de rijsnelheid in op het instrumentenpaneel. Druk op plus om de huidige snelheid op te slaan. U kunt de rijsnelheid op ieder moment wijzigen door op plus of min te drukken tot u de gewenste snelheid hebt bereikt. Zodra de rijsnelheid is gekozen, kunt u uw voet helemaal van het gaspedaal halen. We raden u echter ten zeerste aan om uw voeten in de buurt van de pedalen te houden, zodat u altijd klaar bent om indien nodig in te grijpen. Uiteraard kunt u de snelheid wanneer u wilt weer zelf gaan regelen door het gaspedaal in te trappen. De rijsnelheid knippert dan op het instrumentenpaneel. Wanneer u het gaspedaal weer loslaat, keert uw voertuig na enkele seconden automatisch terug naar de rijsnelheid. U kunt het systeem op standby zetten door het rempedaal in te trappen of deze schakelaar met het O-symbool in te drukken. De rijsnelheid wordt dan opgeslagen en het bericht MEM wordt vervolgens op het instrumentenpaneel weergegeven. Om die snelheid opnieuw te activeren, drukt u gewoon op de schakelaar met de letter R om de laatst opgeslagen snelheid te herstellen. Om de functie opnieuw te activeren zonder rekening te houden met de opgeslagen snelheid, drukt u op plus. De huidige snelheid wordt dan opgeslagen als de rijsnelheid. Om de snelheidsregelaar tenslotte uit te schakelen, drukt u gewoon op de eerste schakelaar. Het groene controlelampje en het bijbehorende bericht op het instrumentenpaneel gaan uit ter bevestiging dat de functie is uitgeschakeld. De eerder ingestelde snelheid wordt niet meer opgeslagen. Let op, bij een steile afdaling kan het systeem de rijsnelheid mogelijk niet handhaven. Dit wordt gemeld op het instrumentenpaneel, zodat u kunt ingrijpen indien nodig. De snelheidsregelaar moet niet worden gebruikt in druk verkeer, op bochtige of gladde wegen of bij slechte weersomstandigheden. Ondanks deze functie moet u zelf blijven opletten op snelheidslimieten en alert blijven tijdens het rijden. Houd uw voeten altijd in de buurt van de pedalen, zodat u klaar bent om indien nodig in te grijpen.